Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik hier kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere Meta schroeft specifieke targeting en retargeting op basis van URL's en klikken terug. CBS-onderzoek toont aan dat een kwart van de Nederlanders ChatGPT gebruikt en 4 op de 10 gebruikt voice assistenten. En Google kondigt 4 nieuwe AI-features aan voor Chrome. OpenAI lanceert een denkende AI, OpenAI O1 heet het volgens mij, de nieuwe naam. We stappen af van ChatGPT. Ja. Anthropic zet een nieuwe standaard voor transparantie in de AI-wereld. En we hebben een puls from the past. We gaan terug naar de tijd toen Google nog een social netwerk lanceerde. Maar Daan, we gaan eerst naar nieuws op het gebied van retail. Want de nieuwste generatie heeft een grote voorkeur voor een fysiek winkel. Althans, dat blijkt uit onderzoek dat Q&A Retail uitgevoerd heeft voor ABN AMRO. Het onderzoek heeft de titel De kijk van generatie Z en millennials op de winkelstraat. En de groep die dus de jongste generatie consumenten, die dus nu maximaal 23 jaar is, bezoekt veel liever een fysieke winkel dan de generatie van de millennials die nu tussen de 24 en 38 jaar oud zijn. Dus dat is toch al een verandering. En hoop voor ook retailland en de potentie ook van fysieke aanwezigheid in de winkelstraat of in de winkelstraat. Welke locatie je dan ook zit. Maar online only is... Die heeft een geduchte concurrent bij als je inderdaad ook echt omnichannel bent. En het is wel goed om te zien. Ik vind het in ieder geval leuk en positief dat inderdaad de jongere generatie het winkelen ook wel blijft. Of eigenlijk meer omarmd nog dan de tussenliggende millennials. Ja. Want het is natuurlijk wel zo, de Gen X en de boomers, zeg maar, daarboven, die hebben nog altijd volgens mij meer voorkeur aan fysieke winkels. Ja. Maar millennials hebben er het minst. En dan Gen Z, daar zit weer een uplift in. Je bent geen boomer meer als je graag naar een winkel wil gaan. Nee. Dus tegenwoordig, dat scheelt weer. Ja. Maar het blijft, en we hebben natuurlijk ook altijd wel gezegd, hè, van internet only, dat is, of online only, is maar voor een hele beperkte groep bedrijven relevant. Zorg voor een goede mix om ook de oude doelgroep te blijven bedienen. En nu zie je dat de jonge doelgroep daar ook weer interesse in heeft. Ja, en het is inderdaad, we zien het ook terug in natuurlijk specifiek research van Google ook van de laatste jaren. Zag je een hele grote trend en die trend was des te meer zichtbaar door het corona-effect, waar natuurlijk offline heel weinig in zat. Maar dat daarna ook echt het offline gedeelte ook weer echt is bijna toegenomen in sommige categorieën. Dan heb ik het over specifieke verticals. De meest recente die ik meestal voor de geest kan halen was home and living. Onder andere een aantal klanten en dat soort rapporten mee bezig geweest. Maar dan zie je dat het totale aandeel online wordt groter, maar niet als pure rol, als puur kanaal, maar als gemengd kanaal. Dus dat meer dan de helft van alle aankopen in, en dan heb ik het even over diverse Europese landen, volgens mij in home and living bijvoorbeeld 65% is het een mix van on- en offline, waarbij offline dan het zelfs ook nog een belangrijk oriëntatiekanaal is en online misschien wel het meest wat besteld. Ja. Maar dat is het echt het ROPO, Research Online, Purchase Offline effect. Ja. Dat zie je daar ook. Ja, dat die rol ervan neemt enorm toe. Ja. Dus ten koste van pure online spelers. Ja, ja, precies. Maar misschien door corona zijn we offline wel weer gaan waarderen. Ook wel daardoor, althans de jongste generatie. Zij het wel in een andere vorm inderdaad. Precies. Puur alleen product. De directe beschikbaarheid is belangrijk, maar ook de manier van oriënteren, de beleving dan die je hebt. De reden om naar een winkel te gaan. De winkel moet wel Instagrammable zijn, las ik. Ja. Zodat het net leuk is en ook de brug geslagen worden tussen fysiek en toch weer die online wereld. Dus echt omnichannel denken. Niet alleen maar de schappen en het productje op voorraad. Nee. Ja. Nou, interessant ontwikkeling. In ieder geval goed om rekening mee te houden. Dan door naar Meta, want die heeft specifieke targeting en retargeting teruggeschroefd. En dat gaat over targeting en retargeting op basis van URL's en klikken. En dat zijn een soort extra databeperkingen, hè, waardoor je minder zicht hebt op wat campagnes doen. Ja, en met name kijk, de targeting binnen Meta en daarmee Facebook, Instagram is natuurlijk al wat teruggeschroefd. Hè. Het hele specifieke individu targeten, dat is moeilijker. En wat je de laatste jaren nog zag, is dat je daar een beetje omheen kunt werken door in ieder geval met je eigen trackingcodes, je UTM-codes of hele specifieke URL's natuurlijk nog doelgroepen kon aanmaken. Doordat je gewoon zegt, deze doelgroep reageert op deze type, dus met mensen die daarop klikken, die gaan we wel heel specifiek retargeten. En wat toch dicht bij die 1-op-1 benadering komt dan of precies, zo. Dat, ja, precies. Ja. Op een gegeven moment, als die groepen klein genoeg worden, dan kun je toch redelijk kleine lijsten op gaan bouwen. En dus heel specifiek targeten, wat over het algemeen natuurlijk krachtig is, maar niet privacyvriendelijk. Mm-hmm. En wat je nu ziet is dat Meta daar nu actief, dat is al 12
maanden geleden is het al, ja, qua beperkingen is het al wat begonnen. Maar je ziet nu dat Meta actief ook rondmailt naar alle adverteerders. Dat ze daarop gaan handhaven. Dus ja, kijk goed uit als je nu advertentiestrategieën hebt lopen die afhankelijk zijn van retargeting op echt kleine doelgroepen op basis van kliks of URL's. Mm-hmm. Dat nog wel eens, ja, dat je daar wat aan moet gaan doen en die architectuur erin zit. Ja. En dat dus op een andere manier moet gaan vormgeven. Dat echt die tactiek van ja, met kleine korte lijsten werken onder druk zal komen te staan komende weken. Uiteindelijk wel een goede beweging ten aanzien van privacy voor de gebruiker. Ja. Ja, ja, maar het is wel een veelgebruikte tactiek, dus ja, even een heads up voor de marketeer minder kan zijn dat je social ad structuren wat anders opgezet moet gaan worden. Ja. Ook deze puls weer veel aandacht voor AI. En dat is altijd de vraag, ja, is het nou een hype of wordt het echt, is het nou iets waar we rekening mee moeten gaan houden? En heel eerlijk gezegd, ja, als het CBS het onderzoek naar gaat doen, hè, wat is nou de status van iets, ja, dan heb je toch wel die pioniersfase, ben je voorbij volgens mij. Dan kun je wel zeggen dat het echt geëmbed wordt. En echt ook een kijk, je hebt natuurlijk een hele van die onderzoekjes van bureautje X, ja, heeft wat gekeken. Dit is het CBS. CBS, ja, nee, daarom. Als het, ja, CBS, als het bij het CBS de agenda van onderzoek Nederland haalt, dan heeft het in ieder geval, ja, enige betekenis. Want het, ja, het onderzoek dat ze gedaan hebben, daar blijkt uit dat een kwart van de Nederlanders gebruik maakt van ChatGPT. En dat zijn, is gekeken naar de bevolking van 12 jaar of ouder. En die hebben dan teksten, video's of afbeeldingen, ja, gemaakt. Iedereen bij in. Ja, is iedereen bij in inderdaad. Maar volgens mij wel de 18 tot 25-jarigen deden dat het allervaakst. Ja. Ook niet zo heel vreemd, want dat is ook een groep die met school en studie, daar denk ik ook heel veel voordeel van heeft. Ben je veel bezig met teksten, ja, en ja, dan... Ja. Dat is heel logisch. HBO'ers maken en WO'ers maken het allermeest gebruik van ChatGPT. Ook weer vanwege, ja, context en natuurlijk ontsluiten, analyses, teksten schrijven. Maar het geeft wel aan dat het behoorlijk geëmbed is. In ieder geval bij een groep die daar straks op het werk ook steeds meer gebruik van. Ja, want die combinatie zoals 18 tot 25 met HBO of WO, wat natuurlijk ook logisch is. Dat het zegt niet zozeer, ja, het heeft niet zoveel zin. Als je een muurtje moet metselen, dan kun je zo heel veel met ChatGPT. Nee, voor je dat werk of studie bezig bent. Ja, 60% is die combinatie. Ja, ja. Dat is een hoog aandeel, bedoel je. Ja. Ja, ja. Ik vind sowieso 23% van heel Nederland van 12 jaar van, ja, best veel. Ja, nou, maar daarom zeg ik, ja, het is, het CBS voelt toch aan dat het wel echt veel gebruikt wordt. Ze hebben ook gekeken naar de assistenten, hè, de slimme apparaten. Ja. En in 2024 zei 89% van de Nederlandse bevolking één of meer zogenoemde slimme apparaten of systemen in huis te hebben. In 2020 was dat 81%. En dan ging het over smart TV's, slimme water, gas- of elektriciteitsmeter, die je dan met een app kan bedienen. Ja. Dus dat zijn een soort van, nou ja, assistenten. En voice assistenten, daar zijn 4 op de 10 Nederlanders die dat gebruiken. Dan gaan we over Siri, Google Home, best Alexa. Veel. Dat zegt, het gaat ook over gebruiken, niet alleen hebben. Dus 4 op de 10 zegt, ja, ik gebruik het wel eens. Ja, ja. Nee, zeker. Als dat tegenwoordig vooral zijn van een timer te zetten of iemand te bellen of in de auto. Ja, maar toch, wordt gebruikt. Ja. Maar dat is ook wel de uitdaging bij AI, want nu wordt het nog heel erg gekoppeld aan ChatGPT. Komen we zo meteen op. Maar AI gaat eigenlijk ook onbewust onderdeel worden van ons leven, als het goed is. In plaats van dat je naar de applicatie zelf moet, gaat het in onze dagelijkse routines komen. Bijvoorbeeld doordat Google AI, Google nu ook aangekondigd heeft dat ze 4 nieuwe AI-features gaan lanceren voor Google Chrome. En eigenlijk ook dus verder gaan dan alleen in de telefoon waar het komt te zitten. En dus nog grotere rol krijgen in het dagelijks leven. Ja, ook bij veel mensen, want het aantal Chrome-gebruikers, Chrome is natuurlijk een gigantisch aandeel, met name ook op Android, op mobiel, maar daar zitten al een aantal dingen in, maar ook op desktop, zowel denk ik Apple als Microsoft gebruikers. Mm-hmm. Chrome is wel echt een hele universele browser. En ja, het zijn eigenlijk 4 in totaal, als je kijkt wat de afgelopen tijd is aangekondigd. En Google Lens, wat natuurlijk op mobieltjes zit, dat je dus direct vanuit de browser eigenlijk ook dus in Chrome op iets kan klikken of iets visueels kan zoeken en zegt, nou, dit wil ik, dit wil ik opzoeken. Je kunt de Tab Compare, ik vraag me wel af hoeveel mensen dat gaan doen, maar dan kun je dus, als je bijvoorbeeld producten hebt staan op meerdere tapjes geopend, kun je dus zeggen van oké, ik wil het een met het ander vergelijken. Ook van meerdere websites dus. Ja, van meerdere websites. Binnen een product van website, maar eigenlijk van meerdere sites vergelijken. Als jij dus meerdere dingen op hebt staan, zegt ik wil je het verschil tussen zien. En in je geschiedenis kun je ook gaan zoeken met AI. Dus als je zegt, ik heb toen 2 weken geleden een website bezocht met dit of dat. Ja. Graaf dat eens uit mijn browser history. Dat lijkt wel fijn, me wel een hele nuttige functie. Ik weet niet hoe vaak ik het gebruik, maar ik heb, ik heb wel vaker gehad dat ik het niet kon vinden. Die ene website, ja, dat kan dus straks. En je kunt Google Gemini, gewoon de assistent, de ChatGPT van Google, straks in de adresbalk oproepen door gewoon @Gemini te zeggen.
Okay. En dat wordt ook al zo'n power feature voor veel gebruikers. Ik denk dat daar dat Gemini een stuk meer gebruikers gaat krijgen, want dan wordt het heel makkelijk en toegankelijk van. Ja. Je hoeft niet naar iets anders om dat te kunnen gebruiken. Het is gewoon direct in je, alsof ChatGPT in je browserbalk zit, zeg maar. Alleen dan de versie van Google. En ze zitten in de beta-versie, maar het komt ongetwijfeld aan in de komende weken, maanden naar de gebruikers. Ze hebben alleen niet gezegd exact wanneer. Dat zal op korte termijn zijn. En dat sluit wel aan waar Google mee bezig is. Hè? Dus niet dat hele die database ontsluiten met vragen en antwoorden. Dat is foutgevoelig. Maar heel erg kijken in de toepassingen, slimme toepassingen, waar ze misschien meer regie hebben over de uitvoering van hun AI. Ja, en heel erg geïntegreerd ook. Hè? Want ze maken nu gebruik. Kijk, OpenAI heeft dan ChatGPT gelanceerd. Dat is enorm bekend geworden. Alleen Google heeft natuurlijk alle gebruikers op hun zoekbalk of hun producten en diensten. Ja. Dus die voegen gewoon hun eigen dingen overal aan toe met allerlei knopjes. En mobiele devices waar ze natuurlijk heel veel in hebben. Ze bijvoorbeeld raakvlakken met de gebruiker. Ja. Je noemde overigens ChatGPT, maar de vraag is hoe lang we dat begrip nog gaan gebruiken. Want er is een nieuwe versie gelanceerd en dat is AI Strawberry. Althans, zo heet het volgens mij. Ja, zo heb je het vorige week nog in de redactie gezet. Van, het schijnt dat er komende 2 weken iets aankomt. Maar de realiteit heeft binnen enkele dagen de redactie al erin gehaald. Precies. En het is niet gelanceerd als Strawberry, maar ze hebben een nieuwe naam. OpenAI 01. Ja. Dat is een nieuwe update van ChatGPT, maar je kunt het bijna geen update noemen. Het is bijna een herziende versie, toch? Ja. Ja, en het zit wel in ChatGPT, dus in die zin heet het ook nog wel... Het is nog steeds ChatGPT interface, maar je hebt dan nu in plaats van GPT-3, 3,5, Turbo, 4, heb je dus in één keer... en zelfs GPT-4O heette dat van Omni. Ja. En nu heb je dus... O1. En dat noemen ze geen GPT meer. Want ze zeggen, dit is zo'n significante verandering in de manier hoe we bouwen, dat we niet meer een GPT hebben, maar we hebben iets groters. En waarbij ze wel zeggen dat onder elk model een soort van eigen specifieke rol. Dus 4O is geschikt voor complexe taken. Ze zeggen bij O1, bij de preview wat ze nu gelanceerd hebben, gebruikt geavanceerd redeneren. Ja. En je hebt nog de O1 Mini, die is weer sneller in redeneren. Ja, dat zijn wat je krijgt is, laatst zei iemand een keer een Pantheon of Gods, zeg maar, dat je net als Griekse goden, ieder heeft zijn eigen toepassing. Zo krijg je één uniek algoritme wat alles kan, of zeg je nee, voor die pak ik die, voor die. En dat wat je nu beschrijft inderdaad is dat principe een beetje. Van, je hebt niet overal... slimme redenatie nodig? Of, Nee. Okay. En de ene meer creatief. Dus, maar wat maakt deze nou bijzonder? Nou, Strawberry heette een tijdje, vroeger, half jaar geleden, Research Papers heette het Q-Star. Dat werd al een beetje gespeculeerd. Dat is volgend, dat was GPT-5 of zo. Mm-hmm. Dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Maar wat dit eigenlijk is eigenlijk de kennis van een GPT-4 bijvoorbeeld gebruiken, alleen in tekst. En wat hij doet is hij kan zichzelf controleren. En dat is een verwijzing ook Strawberry. Want dat was het Strawberry problem wat ze altijd noemden met GPT's. Is als je vroeg hoeveel letters zit er in Strawberry, hoeveel R'en zit er in Strawberry, dan zei hij soms zo, 2. Ja, bewijs dan. Ga maar eens. Waar dan? Daag maar eens uit, laat eens zien. Ja? En dan ging hij echt op een gegeven moment zeggen: ja, kijk, daar zitten er 2 en daar zit er nog geen. Zit er geen. En dan ging hij de T aanwijzen, bijvoorbeeld, alsof dat een R was. Oh, ja. En hij begreep gewoon, hij kon zichzelf niet controleren. Dus dat, omdat hij allemaal associatief werkt, dan zit ergens in het systeem dat dat 2 is, maar dat, hij kan niet redeneren. En wat ze nu hebben gebouwd is eigenlijk een AI die kan redeneren en dat inherent doet. Je had al een beetje dat als prompttechniek vaak, dat je op een gegeven moment als je zegt ik wil iets maken, een bepaald script of ik wil een projectvoorstel doen en deze 8 dingen moeten erin zitten. Dat je hem af en toe eens moest vragen en dan ga nog eens 1 keer kijken naar die 8 dingen. Zitten ze er allemaal in? Dan zie je, ik heb toch wat overgeslagen, maar dan kon hij weer doen. Dus dat hij dan 1 ding toevoegde wat je miste, maar haalde hij iets anders er weer uit. En dit is inherent, is dat chain of thought, dus dat hij ook een denkpatroon bewust doorloopt, zit helemaal ingeprogrammeerd. Okay. En dat zorgt er wel voor dat hij gewoon soms 10, 20 seconden nodig heeft om na te denken. Maar hij doet het echt stapsgewijs. Hij hakt het probleem op een kleine blokjes en gaat op die manier eigenlijk de oplossing maken. Maar het is wel volgens een wat stabielere gestructureerde aanpak. Ja. En dus uiteindelijk wel ergens zul je hem alsnog slimmer gaan ervaren. Ja, en dat zie je dus ook dat hij op een hele hoop tests, dus inderdaad met name dingen die controleerbaar en verifieerbaar zijn, bijvoorbeeld een checklist die jij hebt of een wiskundig probleem, dat hij daar in 1 keer, boom, 2 keer zo goed is geworden dan andere modellen en alles inhaalt. Dingen zoals teksten schrijven, minder, want dat is niet, een tekst is niet goed of fout.
Nee. Dus als je gewoon creatieve teksten wil, kun je nog steeds GPT-4 of Claude of een andere AI gebruiken. Maar als je iets met redenering en iets wil verifiëren of echt iets oplastbaars hebt, zoals ook programmeren en coden, kan die bijvoorbeeld beter. Dan is dit een enorme stap. En wat ze nu ook zeggen, het paradigma wat anders van AI's. Want eerder was het veel data en leren en dit is met parameters. Mm-hmm. Een steeds groter model maken, GPT-4 of 3x4. Zeggen ze nu eigenlijk nee, hoe langer die na kan denken, hoe meer stapjes en hoe beter het redeneringsproces is. Zodat we dat verder kunnen optimaliseren voor specifieke dingen. Dan zit daar eigenlijk de volgende winst in. En niet zozeer het model groter maken, maar de redeneringsstappen vaker, preciezer. Ja. Anders secuurder worden eigenlijk. Secuurder worden. Ja. Dus daarom zeggen ze ook, het is een hele nieuwe manier van denken voor de AI, maar ook de AI-wereld en de manier hoe je dit soort modellen toepast. En het overtreft ook echt wel wat PhD-niveaus, hè, voor natuurkunde, biologie en scheikunde, qua redeneren en expertise. Ja, als je dus echt problemen geeft, dan is hij daar heel krachtig op te lossen. Ja. Kunnen we hem al testen? Ja, die preview. Ja. O1 preview is dan een model wat je kan kiezen. Hij schijnt nog wat bonky te zijn, want sommige mensen die hem ook willen testen, die hebben bijvoorbeeld in één gezien dat je de temperature, die stond vast op 1, dat kon je niet meer instellen. Okay. Dat is een bepaalde variabele die heel veel doet over hoeveel creativiteit die heeft, zeg maar. Mm. Dus dan krijg je wat andere antwoorden. Maar ja, als je een betaald account hebt, kun je hem selecteren en gaan testen ook hoe het werkt en mee spelen. Het is wel heel beperkt. Je kunt 30 queries per week. Hiermee doen, omdat die waarschijnlijk heel veel energie compute kost, zeg. Dat wordt een uitdaging. Dus dat is weer een... En je custom GPT's draaien waarschijnlijk nog niet op. Die draaien nog op de vorige versie, denk ik. Dus het is wat nieuws. Oké, nou ja, dat is toch wel de uitdaging van wat gebeurt er al met AI en kun je het verifiëren, hoe dat dan werkt. Anthropic heeft geprobeerd of probeert op dit moment een nieuwe standaard te zetten voor de transparantie in de AI-wereld. Dus echt open AI aan doen, terwijl open AI eigenlijk heel gesloten, is inderdaad. Zegt Anthropic inderdaad, ik gooi gewoon het system prompt op tafel. Ja. En dat is eigenlijk even in de oude... Je ziet dus ook zij zijn achter Claude. Hè? Claude is helemaal de wat veel mensen denk ik misschien wel kennen als je een beetje met AI bezig bent. Het model of de toepassing. Ja, die is nu op dit moment is dat een van de leidende modellen. Want GPT-4, waar we net over hadden, zoals die GPT-4o, die wordt op dit moment al een beetje voorbijgestreefd door Claude 3.5, het beste model van Anthropic. Dus dit is ook een hele grote speler. Maar nog wel even op de oude manier, zoals we net beschreven, zeg maar, is dat echt een van de betere. En zij, daar gaan ontwikkelingen ook door. En daar zeggen ze dus eigenlijk van, we gooien helemaal open welke instructies wij ons eigen GPT eigenlijk geven. Dus dat is wat bijzonder staan in dingen in zoals van modellen mogen geen URL's, links of video's openen. Ze mogen geen mensen in afbeelding identificeren of benoemen, wat hij waarschijnlijk wel zou kunnen dus. Ja, dat mag hij niet. Of hij mag ook niet dingen zeggen zoals zeker of absoluut, wat in normale teksten veel voorkomen. Ja. En ook hele obscure vragen waar hij weinig kennis voor heeft, dan moet hij dus een waarschuwing geven van let op, misschien ga ik hallucineren. Dus je ziet dat soort modellen, nu OpenAI weer verder gaat, ook steeds meer open worden. En dat er nog veel dingen in gebeuren. Komen er bijna niet meer aan, maar een goede ontwikkeling wel. Dat er iets meer inkijkje is en hoe werkt het nou. En in ieder geval hebben ze een soort van gunfactor Anthropic, dat ze dit dan openbaar maken. Ja, dat mensen ook beter begrijpen van waar liggen de grenzen en beperkingen en hoe worden die afgekaderd. Ja. Dan zijn we toegekomen aan de Pulse from the Past. En dat is toen Google nog een social netwerk lanceerde. Dat kunnen de jongere luisteraars misschien niet eens... Ja, stel je voor dat nu zouden we doen. Maar het effect is niet anders, want toen flopte het ook. Ja, zeker. Dat is een van die dingen die inderdaad op die graveyards van Google beland zijn. Google Plus, of G Plus heette dat destijds, een social network site. In 2011 uitgebracht door Google. Ja, september. September. Ja. Ja, werd toen al gezien als een... je kon kringen en je kon je vrienden allemaal verschillende kringen eigenlijk aanmaken. Eigenlijk een beetje de tijd vooruit, dat valt me op. Want toen wilden ze... Oh ja, wat ook wel grappig is, toen wilden ze Facebook aanvallen. Dominante positie van Facebook. Dat is eigenlijk onveranderd. Ja. 15 jaar lang al. Zijn ze bezig. Althans in de vorm van Meta nu. En op een gegeven moment waren er 500 miljoen mensen. Maar dat was meer omdat iedereen dat geforceerd kreeg. En dat was een beetje je kreeg automatisch je profiel of zo. Als je een Gmail-account had. Gefeliciteerd. Op een gegeven moment hebben ze zelfs YouTube-commenters verplicht gemaakt om dan ook een Google Plus profiel te maken. Ook voor je mijn bedrijfvermelding bijvoorbeeld. En er werd zelfs gezegd dat als je daar een linkje op deelde, dat het ook voor SEO beter was. Ja. Dat die eerder beter geïndexeerd werd. Alleen het was allemaal onder echte namen. En dat is een beetje raar. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als Facebook in principe nu natuurlijk. Maar je hebt heel veel social media. Bijvoorbeeld als je een influencer was of iets grappigs, om een bedrijfsnaam kreeg je niet eens voor elkaar in het begin. Dan moest je jouw privéprofiel
ja, soort van raar doen. Hacken, dan, dat je daar een bedrijfsnaam van kon maken. Ja, dus dat klopt van allerlei dingen niet. Ja. Maar het idee van, toen had je ook Hangouts. Dat je dus met z'n allen in een videocall doet. Wat nu Facebook, FaceTime is of WhatsApp videobellen. En ook Circles inderdaad. Wat je nu eigenlijk op WhatsApp een beetje aan het roepen. Dat je gewoon zegt, dit zijn mijn collega's. Dat je niet alles met iedereen wil delen. Nee, maar ook op Instagram. Dan krijg je, kun je ook beste vrienden maken. Dan kun je alleen een post delen met en beste dat vrienden. Dat idee stond in de kern van Google Plus. Dat je zegt, ja, je wilt niet alles met iedereen delen. Maar je hebt je familie en dus foto's of berichten of YouTube-filmpjes kon je dan daarmee delen. 15 jaar geleden, ze waren ver vooruit eigenlijk. Ja, maar dat was een grote flop. Ze zagen wel de juiste concepten, maar de timing en de uitvoering was niet drama. Goed. Maar we hebben er wel een leuk docu'tje bij de Alhem terug te kijken, hoe dat ook weer was, documentaire. Die throwback, zie ook weer oude interface weer van, ze hadden ook geen goede mobiele app. Nee. Maar Facebook heeft het ook de hele tijd gehad, niet op mobiel, echt heel goed was. Die liep op een gegeven moment de newsfeed en zo, hadden ze niet echt een goede app voor. Nee. En op een gegeven moment hebben ze een jaar lang gezegd, we gaan helemaal op mobile. Oh ja. En toen is Facebook uiteindelijk weer echt nog groter geworden. Daardoor, en Google kon er niet bij benen. Nou, een leuke puls from the past weer. En natuurlijk ook dat docu'tje en andere interessante items uit deze puls. Die vind je in de show notes op advice.nl/podcast of onder deze aflevering in je podcast app. Wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen door je te abonneren in je podcast app of op Spotify of YouTube. Leuk dat je weer luistert naar deze aflevering en graag tot de volgende. I'm gonna go.